dat Duggan en Dakota gele vestjes aan hebben en Beertje niet, heeft ermee te maken dat wij hier in Frankrijk momenteel in het jachtseizoen zijn. En ik kies ervoor om mijn honden los te laten lopen. Beertje, onze oudste labrador, die loopt dicht bij ons. Die beweegt niet meer heel erg vlot en flexibel, zoals bijvoorbeeld een Duggan en een Dakota dat doen. Duggan en Dakota rennen, scharrelen heen en weer, rennen verder van ons weg. En Beertje is eigenlijk altijd bij ons in de buurt. Aangezien Duggan en Dakota dus van ons weg kunnen rennen en zich wel eens in en tussen de bosjes begeven, uit het zicht zijn, wil ik dat ze in het zicht zijn voor eventuele jagers die we tegen zouden komen. En ze zijn vervolgens ook voor mij in zicht wanneer ik ze bijvoorbeeld terug wil fluiten en ze zijn op verdere afstand. Die kleuren van hun, dat donkere, het zwarte en het bruine, dat is op sommige momenten in bepaalde bossages of in bepaalde gebieden met een hoop bomen, zijn die honden echt wel moeilijk te zien. Vanwege de egale kleur. En dan zijn die vestjes een mooi hulpmiddel voor mij. Het verschil is wel heel duidelijk te zien in hoe de honden bewegen. Dakota heeft haar vestje overigens vaker aan en dat vestje is ook wel degelijk beschadigd, zoals je ziet. Dat is opengereten door de struiken en de bosjes waar ze doorheen gaat. En het vestje van Duggan is nog behoorlijk netjes. Wat ook leuk is om te zien is dat deze vestjes naar mijn idee gemaakt zijn voor de staande honden. De honden met de wat plattere borst aan de bovenzijde, maar een hele diepe borstkas. En Duggan heeft een andere verdeling van zijn lijf. En het lijkt nou net alsof hij met een soort afzakbroek loopt. Dat vest dat kan niet passend gemaakt worden rondom zijn borstkas. Dat is heel grappig. Dus hij loopt met een beetje afzakbroek. Dus voor veiligheid, veiligheid voor mijn honden, een signaal voor eventueel de jagers die hier rondlopen en voor mijn zicht, dat ik kan zien waar de honden zich begeven en dat ik ze bijvoorbeeld op tijd terug kan fluiten of dat ik merk dat ik ze niet terug hoef te fluiten omdat ik ze kan zien. Zo simpel. Dit is dus waarom het vestje van Dakota er anders uitziet dan het vestje van Duggan. Dakota doet dit soort dingen, inclusief vest.